Al ruim 16 jaar lang onderhoudt natuur- en milieugroep Animo het groen in de spoorzone in Molenhoek. Toch steekt de gemeente daar nu een stokje voor, want het onderhoud zou te goed gebeuren. Hierdoor verschijnen er steeds meer zeldzame plantjes, zandhagedissen en insecten in het gebied. En daardoor worden plannen als de aanleg van wegen of woningbouw steeds moeilijker te realiseren. Het gebied achter station Mook Molenhoek wordt al flink wat jaren onderhouden door natuur- en milieugroep Animo, dat nu van de gemeente ermee moet stoppen. Na ruim 16 jaar is het einde verhaal voor de groep en zal de gemeente het onderhoud weer in eigen hand nemen. Dit om verdere flora en fauna de kans te ontnemen om zich hier te vestigen, ten ongenoegen van Animo. Men schept een beetje op, de gemeente Mook, dat ze de groenste gemeente is van Noord-Limburg. En duurzaamheid en de natuur koesteren. De gemeente tussen Maas en Mokerheij. Nou ja, dan denk je, als je dit kleine gebied dus niet waardeert zoals je het moet waarderen, dan kijken we daar heel raar tegenaan. Ja. Ja. En dus eerst leek het nog een optie dat er een weg werd aangelegd in het gebied om het verkeersprobleem tussen Groesbeek en de A73 te kunnen verhelpen. Nu dat van de baan is, dient het gebied voor natuur. Toch wil de gemeente de mogelijkheid kunnen behouden om woningen te gaan bouwen in het gebied. Er zouden woningen kunnen komen. En op het zuidelijke punt, dit blijft dan gewoon bestaan. Maar wij zeggen, het kan niet zo zijn dat dit unieke gebied met hier op de achtergrond natuurmonumenten, ook 400 meter van ons, of 150 meter van ons vandaan, dat je daar in één keer een pluk huizen neerzet. VVD-raadslid Stan Brinkhoff zei hier het volgende over. Als het aan ons ligt, is er geen probleem. De bestemming van het spoorzonegebied is veranderd, waardoor het gebied nu primair dient voor natuur. Wij willen de hele raad zover krijgen dat we van het spoorzonegebied een beschermd natuurgebied kunnen maken. We zullen een nieuw voorstel indienen bij de raad om het college op te roepen de bestemming te wijzigen, gekoppeld aan het duurzaamheidsbeleid met daarin aandacht voor onder andere biodiversiteit. De natuur- en milieugroep Animo gaat gewoon weer verder met het onderhouden van het gebied. De eerste zaterdag van juni. Nou, dan gaan we dus echt weer aan het werk hier, want er is werk genoeg in dit groeizame weer. En dus niet te lang wachten, maar weer aan het werk zoals we al 20 jaar doen, ja.